Wat ik misschien wel een van de mooiste momenten van vandaag vond was, ik denk minuut 89. Je weet, Excelsior staat met 3-0 voor. Je weet de tussenstand bij Feyenoord. En ik zie een enorme grijns bij de trainer Marinus Dijkhuizen boven die dugout uit Toornen. Ja, het was wel intens genieten als het zo loopt zoals je hoopt het loopt. En dit seizoen was echt heel mooi, maar ook heel pittig seizoen moet ik eerlijk zeggen voor mezelf. Als je dan het weer toch kan redden met elkaar op deze manier. Ja, ik denk daar wel enorm van genieten. Dus ik was echt, enorm blij. Vertel over dat pittige seizoen. Wat heb je dan allemaal ervaren voor jezelf? Nou ja, we hebben natuurlijk onverwachts gepromoveerd. Dus een wisseling van TD op het laatste moment. Daarna nog, zeg maar. Dus je had alle moeite om spelers binnen te halen. Ik had vorig jaar jongens die wat eagerder waren, vond ik. Nu het jongens toch meer die wat al wat bereikt hadden, zeg maar. Dus dat vergt toch een andere coaching, meer manager. Dus elke week heb je bijna een nieuw plan nodig. Dus je weet, sommige mensen ben je gewoon kansloos. Dus je verliest veel meer. Dus dat is veel moeilijker om dan de motivatie te houden. Maar het was super leerzaam, ook tactisch en technisch gezien, maar ook mentaal gezien met die boys. Dus al met al was dat voor mij een heel pittig jaar. Maar uiteindelijk wel mijn mooiste prestatie. Door mijn staf, vind ik. Ik heb een geweldige staf, maar ook door de groep. Dus voor mij was het wel, dat was wel een heel bijzonder jaar. Waar ben je dan het meest trots op na dit seizoen? Nou, door het redden. Ik ben trots op een paar jongens die ontzettend ontwikkeld hebben. Zeker met name de jongens die vorig jaar hier waren. Jacobi, Van Gassel, Driewets, Baas. Kent ze ook al in de winterstop. Als je ziet hoe die jongens zich ontwikkeld hebben op dit niveau. Ja, dan ben ik wel heel trots. En dan heb ik ook een nauwe band met dat soort jongens. Dus dat vind ik ook fijn. En daar kan ik enorm van genieten. Als Kenzo vandaag zou spelen. Ja, en Driewets. Ja, ik zei het net in de kleedkamer. Voor je heeft hij toppos in de basis staan. Dat heb ik hem na een uur eruit gehaald. Want hij bakte er helemaal niks van. En als je ziet wat hij nu brengt. Ja, daar ben ik wel het meeste trots op. Hoe knap is het dan ook, hè? Als je nou naar dit seizoen kijkt. Want je geeft het ook aan. Hè? We promoveerden eigenlijk per ongeluk ineens. Kregen dan met allerlei wisselingen ook te maken. Hoe knap is het dan dat je juist dit weet te flikken met Excelsior? Ja, dat is heel knap. Dat hebben mensen misschien niet in de gaten. We hebben al sowieso al de laagste begroting. Nou, dan gaan nog twee van je betere spelers, gaan weg. Nou, je weet dat je niet dezelfde kwaliteit terugkrijgt. Dat is logisch natuurlijk. Dus in het begin heb je eigenlijk een minder team dan vorig jaar waar je mee promoveerde. Dus dan moet je aan de slag. En wat ik zeg, ook allemaal nieuwe dingen, ook voor staf. Veel gewisseld ook van plan A naar B met 5 achterop. Omdat je elke week maximaal resultaat wil halen. Dus dat was super, super leerzaam. Maar het al met al, met name ook de club rustig gebleven in de moeilijke fase hebben we ook gehad natuurlijk. Hè. Dan blijft de club rustig en dat is de kracht natuurlijk van deze club. In plaats van mensen dan gaan wijzen, gaan ze nog juist extra dingen doen, ook richting groep. Zowel directie, maar ook mensen van administratie. Ja, dat geeft aan hoe fijn deze club is. Het is ook deze wedstrijd van vandaag, hè, sta je halverwege 0-0. Had jij toen het idee van, wij gaan dit wel eventjes doen vandaag? Nou, niet eventjes, maar we wisten wel weer, nou, het is een Eredivisiewedstrijd. Ik heb heel erg een nadruk gelegd, al 2 weken van, vandaag gaan we beslissen. Maar met name ook, we hebben alle ploegen om ons heen thuis hebben gewonnen. Daar ben ik ook mee afgesloten vandaag met alle doelpunten in thuiswedstrijden. Of nou Groningen was, Volendam, Eagles. Alles wat om ons heen staat, hebben gewonnen. En dat levert uiteindelijk het behoud op. Wat gaat er nu veranderen ook? Hè? Want vorig jaar promoveerde je per ongeluk. Nu blijf je er gewoon al voor de laatste speelronde bij al zeker van nog een jaar. Wat verandert dat? Nou, het gaat iets makkelijker zijn om spelers binnen te halen. Om Niels en ik veel beter van elkaar weten wat er nu gevraagd wordt. Dus hij kent mij veel beter. En ik heb hem leren kennen, dus dat heb je al in de winterstop gezien. Dat we spelers halen die beter passen binnen onze cultuur en speelwijze wat we willen. Ik hoop dat wat extra geld vrijkomt van sponsors, van mensen die hier hebben gezien. Dat, bijvoorbeeld de Kick Perry. Ja, dat zijn jongens met meerwaarde, zeg maar, die misschien wat duurder zijn. Maar wel het extra brengen waardoor je net het verschil kan maken. Dus ik hoop dat mensen dat inzien of we dat nodig hebben. En dan kan het weer een mooi jaar worden. Wat gebeurt er dan ook na afloop? Hè? Want dan barst de feestvreugde los. Hoe is dat bij jou? Want ik zag je net wel, dat vond ik wel mooi. Jij als lange man met Assekan, in iets minder lang, met zo'n enorme fles champagne in je hand ook. Wat gebeurt er dan allemaal? Nou ja, met Mauro heb ik sowieso een hele mooie band opgebouwd in 2 jaar tijd. Eerste dag dat hij binnenkwam, zoveel kwaliteit op het veld. Maar ook qua persoon, zoveel vrolijkheid. Dus een hele goede band met hem, dus dat is extra dan. Maar ja, je ziet gewoon inderdaad de manier waar het op gevierd wordt. Des te zelfs, maar de mensen komen gewoon lekker het veld op. Iedereen is blij, niemand doet gekke dingen. Spelers anticiperen daar goed op.
Ja, dus denken hoe het straks ook boven zal gaan. Gewoon op z'n Excelsiors, open huis en genieten met elkaar. Wordt dit feestje nog even tot in de late uurtjes doorgetrokken? Morgen vrij, denk ik? Ja, ik heb een hotelletje in New York geboekt met mijn vrouw. Dus ik was erop voorbereid. En we hebben eigenlijk al net afgesproken dat we morgen 11 uur met z'n allen op de club komen. En dan wandelen we naar het bos. En dan gaan we daar een gebakje nemen met een bakje koffie. En vooral even nagenieten van deze dag. Dus dat is ook goed. En dan een paar dagen vrij. En dan gaan we naar de laatste dag. En dan hoop ik dat alle boys meegaan richting Ibiza. En dan gaan we het daar nog een keertje dunnetjes over doen. Gefeliciteerd. Joe.